reden waarom ik dit heel erg graag wil maken, dat is omdat ik heel regelmatig... Nee, niet heel regelmatig, maar ik word met een bepaalde regelmaat gebeld door mensen, door vrouwen die ik helemaal niet ken, die via mijn telefoonnummer zijn gekomen. Omdat ze van mijn verhaal gehoord hebben, omdat ze zelf borstkanker hebben en omdat ze gehoord hebben dat ik daar op mijn eigen manier mee om ben gegaan. En omdat ze daar graag over met me willen praten. En ik merk iedere keer dat als ik zo'n gesprek voer met zo'n vrouw, dat is zo bijzonder het verschil tussen hoe ze bellen en hoe ze ophangen en hoeveel vertrouwen ze er dan weer in hebben. Enzovoorts. En ik bespreek ook wat ik gedaan heb. Niet dat ik denk dat... Ik denk dat het in feite... Je kan een heleboel dingen doen. Ik denk dat het belangrijk is dat je doet wat je voelt. Wat bij jou past. Wat voor jou klopt. Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt of je regulier of niet regulier. Of een combinatie daarvan. Het belangrijkste is dat je doet wat bij jou klopt. Wat bij jou past. Waarvan je voelt dat het klopt. En dat is ook wat... Dat is het mooie wat ik geleerd heb toen ik borstkanker had. Dat is voor mij het moment geweest dat ik dacht van, en nu doe ik wat ik voel, dat klopt. Ik heb zo vaak in mijn leven die lessen gekregen, maar had ik maar naar mijn intuïtie geluisterd achteraf. Ik heb zo vaak gehad. En toen dacht ik, nu is het klaar. Iedereen kan erin zakken. Ik doe gewoon wat ik voel dat ik moet doen. En als ik me morgen bedenk, ga het helemaal anders doen, dan ga ik het morgen helemaal anders doen. Dus ik ben altijd heel open ingebleven naar alle kanten toe. Ik heb alles bestudeerd. Ik heb daar echt een studie van gemaakt. Ik maak altijd van alles echt een studie, heel grondig. En op die manier ben ik dus ook steeds blijven bijstellen, maar vooral heel goed blijven voelen. En toen ik op een gegeven moment voelde van, nu klopt het niet meer om me niet te laten opereren. Toen ben ik me gaan laten opereren. Dat was nog even een zoektocht. Om het juiste ziekenhuis te vinden en de juiste chirurg. Maar ik wil dit heel graag doen, omdat ik zo vaak merk dat het is heel mooi om te zien dat je mensen kan een stukje kan helpen, dat je mensen kan inspireren. Dat mensen er weer vertrouwen in krijgen. Mijn leven, en dat is eigenlijk het belangrijkste, is nooit vanaf het moment dat ik hoorde dat ik kanker had, dat ik... Mijn leven is nooit in de hel veranderd. En dat is voor heel veel mensen wel zo, is mijn ervaring uit het verhaal die ik met ze heb. En dat is voor mij helemaal nooit het geval geweest. En ik merk eigenlijk dat mensen dat vooral heel bijzonder vinden. Voor mij is het dat eigenlijk niet eens is, want alles wat je zelf doet, dat vind je voor jezelf heel normaal natuurlijk. Maar dat is wel het hele grote verschil, heb ik gemerkt, dus hoe ik er mee om ben gegaan en erin heb gestaan al die tijd en hoe andere mensen ermee omgaan. En ik heb zo vaak gemerkt dat ik daarin mensen een hoop kan geven, kan bieden, een ruimer perspectief kan bieden op hoe om te gaan, eventueel in dit soort situaties. Met dit soort situaties. En dat wil ik heel graag, vandaar dat ik dit heel erg graag wil doen. Ik wil dit heel graag doen. Ja! We gaan een hele mooie film maken, Monique. Ja. Ja. Oeh. Ja. Toch? Ja. Toch? Niet dan. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Gaan we doen. Dat is echt zo. Ja.